Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 15 maart 2016. Dit is het bulletin van dinsdag. Vandaag geen nieuws, maar een extra lange aflevering van de historie van onze zendhobby in Nederland en daarbuiten. Gisteren was er overigens, wat ik erg leuk vind, een reactie op de listener call in van Fons. Die reactie kwam helaas te laat, want de uitzending die was gisteren al klaar. Maar vandaag zit hij aan het eind van de uitzending. Het nummer van de listener call in is 033-457-0711. 033-457-0711. Ja, de serie De Historie van onze zendamateur hobby is een eigen productie, bij elkaar gescharreld vanuit een steeds groter wordende groep bronnen, waaronder Wikipedia, Instituut Beeld en Geluid, eerder eigen onderzoek en een groot aantal door mij gelezen boeken en tijdschriften en geraadpleegde websites. Vandaag deel 6 van deze serie, die wat dieper ingaat op het leven van Jan Korver, in Nederland een van de grondleggers van onze hobby. De volgende tekst die ik als onderdeel van de serie over de historie van het zendamateurisme gebruik, is grotendeels afkomstig van de site van het Instituut Beeld en Geluid. De tekst is enigszins herschreven en op diverse plekken door mij aangevuld. Jan Korver bezocht na de middelbare school de zeevaartschool. Hij ging echter niet de richting van de zeevaart uit, maar werd in 1897 journalist bij de Leeuwarden Courant. Zijn werkterrein bestond daaruit het verslaan van rechtbankzaken en vergaderingen van de gemeenteraden en de Staten-Generaal. In 1908 werd Korver redacteur bij de tachygrafische inrichting van de Tweede Kamer, de Staten-Generaal. Deze dienst had tot taak om de discussies van de vergadering van de Tweede Kamer samen te vatten in een kort verslag. Dit verslag verscheen in die tijd nog dezelfde dag in druk en werd aan abonnees toegestuurd. De dienst werd overigens in 1924 wegens bezuinigingen opgeheven. Korver was toen inmiddels directeur geworden en eindigde zijn dienstverband met een wachtgeldregeling en een onderscheiding, ridder in de orde van Oranje-Nassau. Korver, die dan in Den Haag woont, voelt zich aangetrokken tot de natuurwetenschappen en hij wordt lid van de Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde, vereniging nog met twee E's. De afdeling Schraven, Hagen en Omstreken omvat 17-tal actieve leden, die noemen zich de lustige meteorologen, waaronder de latere PTT-ingenieur en radioamateur van het eerste uur, A.H. de Voogd, Voogd met een T. Korver raakte daar gebiologeerd door de Morse-telegrafie. Hij legde zich samen met een klein groepje geestverwanten toe op het construeren van ontvangstapparaten voor draadloze telegrafie. In het kerstnummer van het weekblad Panorama, dat toen al bestond, van 1913, schrijft Korver een artikel over de bereikte resultaten. Het artikel levert een groot aantal reacties op van amateurs uit het hele land. Kenmerkend is dat deze meestal maatschappelijk goed gesitueerde amateurs alle benodigde apparatuur en antennes zelf maken. Ze gebruikten daarvoor in de regel alledaagse materialen, zoals gordijnroeden, dassenknijpers, bezemstelen, fietsbinnenbanden, etc. Aangemoedigd door dit succes schreef Korver in 1915 zijn eerste radioboek, Het draadloos ontvangststation voor den amateur. Gedurende de periode 1914 tot en met 1915 verzorgde hij de rubriek Draadloze Telegrafie in het verenigingstijdschrift Hemel en Dampkring. Tot het eind van 1919 betekent de ontvangst van draadloze signalen het luisteren naar morsetekens. In Den Haag is een groepje dat zich bekwaamt in het sounderen, dat wil zeggen het op het gehoor opnemen van morsetekens, zoals dat toen heette. Leden van het groepje naast Korver zijn L.A. Bakhuis, die is referendaris van het ministerie der koloniën, T.E.W. Domseler, dat is een oud zeeofficier, F.A. Koch, een architect, O.P. Koch, en die is de tandarts van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina, en verder de bekende Hanso Henriques Schotanus A. Steringa Itzerda, een fabrikant die in Nederland beschouwd wordt als de grondlegger en uitvinder van de radioomroep. Laatstgenoemde fungeert als voorzijner. Door de groep amateurs uit Den Haag werden draadloze communicatieproeven over afstanden van enkele kilometers met kleine transportabele zendontvangertjes uitgevoerd in het vrije veld. In de weekenden brengt een Hubmobile, een Amerikaans automerk dat tussen 1909 en 1941 bestond, met het kenteken H4227, de deelnemers diep in de duinen bij Den Haag of tijdens vakanties naar de Veluwe. Daar werd dan gekampeerd. De experimenten betreffen onder andere de richtwerking van lange over de grond uitgelegde draadantennes. Een opmerkelijk clublid is overigens mevrouw D.C. Koch Lebret, een in scène bedreven dame, zoals er tussen aanhalingstekens staat. De eerder genoemde Itzerda heeft in de tijd een radiotechnisch bedrijf. Begin 1916 ontwerpt en levert hij aan de militaire autoriteiten hun richtingzoeker. Hiermee kunnen, terwijl de Eerste Wereldoorlog om Nederland heen woedt, langs de kust passerende Duitse zeppelins worden getraceerd.
Deze productie leidt tot een contract met de Rotterdamse bankier en radioamateur Veder en het tot stand komen op 19 maart 1916 van de Nederlandse Vereniging voor Radiotelegrafie, de NVVR. En dat is een voorloper van de VERON. Dat wil zeggen één van de verenigingen die na de oorlog in de VERON opging. Deze vereniging omvatte zowel zendamateurs als professionele radiotechnici. Korver is tot 1918 secretaris van de NVVR. De vereniging vindt voor haar publicaties voorlopig onderdak bij het Maandblad voor Telegrafie en Telefonie. Korver publiceert hierin een aantal radiotechnische artikelen. In 1918 krijgt de NVVR haar eigen maandelijkse tijdschrift Radionieuws. Korver is van 1918 tot 1935 redacteur van dit blad. Op 6 november 1919 zendt collega en radioamateur Hanzo Itzeda vanuit een geïmproviseerde studio in Den Haag een radioprogramma uit. Dat is een Europese en een wereldprimeur. Van tevoren heeft hij in de nieuwe Rotterdamse Courant, de NRC, het muziekprogramma aangekondigd. De groep van luisteraars naar de PCGG-zender, die programma's uitzendt, wordt gevormd door een duizendtal radioamateurs. Het unieke van de uitzendingen van Steringa Itzeda was dat het een uitzending op een geregeld tijdstip betrof en dat bovendien van tevoren werd aangekondigd. Dat is bij andere radiopioniers vaak niet in zijn geheel het geval. In de periode van 1917 tot en met 1922 gaf Jan Korver lezingen met demonstraties voor plaatselijke afdelingen van de NVVR. Dat wil zeggen Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Den Bosch, Arnhem, Nijmegen en Beverwijk. De apparatuur hiervoor werd door hem zelf gebouwd en het waren destijds geen kleine apparaten. Ze werden per trein naar de lezingen vervoerd. Groot succes boekt Korver met de demonstraties van het radiotelefoniesysteem van Itzeda. Zender en ontvanger werken beide met een raamantenne en staan in dezelfde zaal opgesteld. En als het mogelijk is, wordt bij de demonstraties ook de ontvangst van de PCCG-uitzendingen vanuit Den Haag ten horen gebracht. In maart 1923 verschijnt het weekblad Radio Express, de sneldienst van Radio Nieuws. Korver blijft tot 1948 als redacteur verbonden aan dit blad. Radio Express, RE, volgt de ontwikkeling van de radiotechniek op de voet en verwerft zich de reputatie van grote betrouwbaarheid. Het aan het blad verbonden RE-laboratorium is hiervoor de basis. Korver en enkele medewerkers beproeven hier de in RE te publiceren schakelingen. De radiolaboratoriumapparatuur hiervoor is grotendeels zelfbouw op basis van afgedankte radioontvangers van de eerste generatie. Tijdens de in de jaren 30 heersende economische malaise wordt het zelfbouwen van radio's voor velen een bittere noodzaak. Radio Express voorziet in de hiervoor benodigde kennis. Korvers demonstratie voor de Nederlandse Dagbladpers in juli 1930 van de ontvangst van experimentele televisiebeelden uit Engeland vormt ongetwijfeld het grote hoogtepunt in de bestaansduur van het blad. In the early hours after the tsunami, it was ham radio that was on the air, saving lives. When Florida was ripped by hurricanes, the hams were there. In the critical moments after the attack of 9/11, it was the hams who coordinated emergency messages. When disasters strike, the hams are ready. Ham radio works when other communications don't. Bel 033-457-0711 als je ook in de uitzending wilt. Je belt nu met de listener call-in van de Daily Minutes en PA00 News. Je kunt hier bericht kwijt dat eventueel rechtstreeks in de uitzending kan worden uitgezonden. Het nummer is 033-457-0711. 457-0711. Met Fons uit Amstelveen. Ik ben een luisteraar via de VERON, maar ik luister elke dag naar jouw 13 Minutes. Nou, ik vind het fantastisch. En ik zou zeggen, hey John, ga zo door PNL ETE met je goede uitzendingen die ik elke avond beluister.